Hallo allemaal, vandaag heb ik weer een make-up tutorial voor jullie. Maar ik wil vandaag een make-up look maken zonder mijn ogen. Dus ik ga geen oogschaduw aanbrengen, geen mascara, geen concealer. Ja, toch geen make-up wat te maken heeft met dit gedeelte. En waarom doe ik dit? Voor als je bijvoorbeeld een ontstoken oog hebt, of je hebt een operatie gedaan, of je bent gevoelig voor make-up aan je ogen, en je wilt er toch mooi, fris en wakker uitzien, dan is dit de ideale make-up look. Wat ik eerst ga doen is mijn huid hydrateren met mijn Aurora crème. Je kan ook gewoon een dagcrème gebruiken of ja, iets van een hydraterende zachte crème. En die breng je allereerst aan op je huid. Ja, ik ben nu niet ontstoken aan mijn oog. Ik heb geen operatie gehad. Ik ben niet gevoelig aan mijn oogleden. Maar dit is gewoon echt even een filmpje voor degene die toch eens een ontstoken oog hebben of iets. Is dit echt super handig. Wat je dan gaat doen is een BB cream aanbrengen. En ik heb deze van de Kruidvat Goodbye Makeup in de kleur Hel. Deze kleur. En die breng ik gewoon aan met mijn handen. Ik gebruik geen kwast vandaag. En dat doe je dan op deze manier. Dat breng je dan aan over je hele gezicht. Vergeet je nek niet. Dus je blijft echt buiten dit stukje van je gezicht. En het is ook echt heel erg raar. Ook toen ik het filmpje bekeek, vond ik het heel raar dat ik mijn ooglook moest overslaan. Maar ja, als het moet, dan moet het. Wat je dan gaat doen, deze stap kan je skippen als je het zelf niet doet. Maar wat ik altijd doe is mijn wenkbrauw verzorgen. Dat heeft niets te maken met oogcontact, dus dat kan je perfect doen. Allereerst breng ik een wenkbrauwgel aan van Essence. En dan kan ik het even. Ik had over laatst een video van mijn lipstiftstash gemaakt. En ik had daarin gezegd dat ik geen spiegel gebruikte. En jullie hadden in de comments gezegd van ja, ik zie de hele tijd naar één punt kijken. Volgens mij kijkt ze wel naar een spiegel. Ik ben nu ook geen spiegel aan het gebruiken. Ik kan perfect opmaken zonder spiegel. En als jullie misschien meer denken, hier voor me is de lens van de laptop. En daar kijk ik steeds in. Dus dat is wat je ziet. Dus ik ben echt serieus. Ik ben me nu aan het opmaken. Zonder spiegel. Het wordt je gewend in de tijd. Ik fixeer het geheel even met een poederkwast. En dan zijn mijn wenkbrauwen klaar en mooi in model. Wat ik dan ga doen om mijn gezicht mooi egaal te maken, een beetje mooi te shapen, een bronzer gebruiken. Ik gebruik deze van de Yuppie. En ik kom ook weer niet aan mijn ogen. Normaal ga ik ook zo hier en alles. Maar dat kan ik niet doen. Maar gewoon om je look toch mooi egaal te maken. Om je gezicht toch wat moois te geven. Zo. Dan begin ik met de lippen. En allereerst breng ik een labello aan, Velvet Rose, voor bescherming. Zeker nu in de winter vind ik het wel belangrijk dat ik een labello aanbreng. Dan heb ik vaak wel last van droge lippen. Ik ga deze pigmentvolle lipstift eigenlijk aanbrengen van Yuppie. Deze. Ja. In Yuppie stond dat het een gloss was, maar hij heeft superveel pigment, dus ik vind het meer een lipstift. En om mijn huid zeg maar af te maken, ga ik hier wat lichtjes van deze lipgloss aanbrengen. Dat kan je perfect doen. En dat doe je gewoon op deze manier. Breng het aan. Hier aan je kaak. Niet aan je kaak. Hier aan je jeukbeenderen. Zo. Tot je roze ziet. Andere kant ook. En dat dep je in. Zo, op deze manier.
Zie je, dan heb ik mooi een roze toets. Dat maakt mijn gezicht mooi egaal. En zo, dit was de make-up look. Als je even terugkijkt naar het filmpje in het begin. Ik vind dat je duidelijk verschil ziet. Mijn BB cream, mijn wenkbrauwen, mijn lippen. Lip close-up. Mijn wangen met de roze lipgloss, dus dat kan je altijd doen. En mooi geshaped met de bronzer. En zo, ik hoop dat jullie deze make-up look mooi vonden en er iets aan hadden. Dus als je een operatie hebt en je wilt toch mooi uitzien, is deze make-up look echt geschikt en je zal je oog niet irriteren. Dus ik heb geen mascara gebruikt, geen oogschaduw en ook geen concealer. Dus als je een beetje last van wallen hebt, ja, je kan er niks aan doen. Laat het gewoon natuurlijk. Maar het is altijd mooi als je al wat BB cream op hebt, zoals ik nu. Ja, ik heb niet geen wallen, het is nu al verder op de dag, het is middag. Dus ja, dan heb je niet meer echt last van wallen. Dus ik hoop dat jullie er iets aan hadden en ik zie jullie snel weer. Doei!